Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 7 september en ik ga voor jullie lekker weer een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneer op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Oké, het is vandaag dus maandag. Het is nog best wel vroeg. Ik ga zo meteen namelijk even skileren. Dus ik heb even wat mascara opgedaan, even mijn wenkbrauwen gedaan en dan ga ik zo meteen skileren. Dit is weer de tweede normale weekvlog die ik ga maken. Ik hoop echt dat jullie de vorige leuk vonden. Want ik wil gewoon weer echt elke dinsdag om 4 uur gaan uploaden een weekvlog. En ik heb het vorige week heel goed volgehouden, elke dag gefilmd. Dus laten we dat deze week ook. Lijkt me een goed plan. Ik ga zo meteen dus skileren. En ik ben sowieso iets meer bezig met sporten. Dus ik hoop dat ik dat ook ga volhouden. Ik ben voor de rest vandaag vrij van school. Ik moet wel vanavond werken, maar dat maakt niet heel veel uit. In ieder geval, ik word over 5 minuutjes, denk ik. Zo, dat zeg ik heel hard. Ik word over 5 minuutjes, denk ik, opgehaald. En ja, ik weet alleen niet of een trui iets te warm is. Maar dan gaan we zo meteen snel genoeg achterkomen. Mijn ogen zijn iets minder dik. In mijn vorige week vlog had je dat kunnen zien, maar het gaat wel iets beter. Zo. Nou, ik wacht even op zee en dan gaan we lekker skileren. Het is maandagavond. Ik heb vandaag echt de hele dag in bed gelegen en net moest ik werken. En ik ben net terug. Dus ik heb niet zoveel gedaan en daarom heb ik ook niet zoveel gefilmd. Maar morgen ga ik natuurlijk mijn tatoeage laten zetten. Had ik dat eigenlijk al verteld in deze vlog? Geen idee. Maar dat ga ik morgen doen. Dus ik ga morgen lekker veel filmen. Ik ga samen met Eve, dus dat. Ik weet nog niet precies wat ik ga filmen. Ik weet ook niet wat lukt. Dus dat eigenlijk. In ieder geval, ik ga nu lekker in bed Love Island kijken. Ik heb net avond gegeten. En voor de rest, ik ga een beetje op tijd slapen. Ik ben echt heel erg moe. Mijn huid is al iets beter. Het is nog steeds heel erg droog. Maar ja, het is even niet anders. En dat eigenlijk. Morgen een beetje op tijd opstaan. Ook nog even wat dingen voor school doen. En dat eigenlijk. Het is vandaag dinsdag. En ik heb me net klaargemaakt. Ik ga nog even mijn haar doen. Want ik heb het echt net gewassen. En dat is nog een beetje pluizig. In ieder geval, ik ga zo meteen mijn tatoeage laten zetten. Ik ben echt mega zenuwachtig. Ik ga zo meteen naar Eve toe. En dan gaan we het laten doen. Ik heb even een kort shirt aan. Zodat dat ze er makkelijk bij komen. Ja, volgens mij heb ik ook nog helemaal niet verteld wat ik ga laten zetten. En dat heeft ook wel zijn redenen. Ik vind sowieso, kan een tatoeage natuurlijk ook best wel persoonlijk zijn. Dus vind ik ook wel dat je gewoon zelf kan kiezen of je het wil vertellen. En wat voor een soort van waarde of gevoel eraan zit. Ja, dus ik vertel gewoon over wat ik erover wil vertellen. In ieder geval, ik heb niet echt een ontwerp nu. Dat zal ik zo meteen. Nou ja, dat zien jullie eigenlijk straks wel. Ik ga namelijk 2 hartjes laten zetten hier zo. En waarom ik het ga laten zetten is dus omdat ik sowieso, ik weet niet of meer mensen dat hebben, echt iets met 2 heb. Dus met 2 dingen. En ik heb dat heel erg met 2 hartjes. Dus als ik een hartje teken, dan teken ik niet 1 hartje. Dan teken ik 2 hartjes. Ik weet niet of dat heel gek klinkt nu voor sommige mensen. En ik vind sowieso ook dat 2 hartjes ook een soort van bij elkaar horen. Want mensen zeiden ook tegen mij, ja, waarom neem je dan niet 1 hartje? Maar ik vind bijvoorbeeld met liefde en zo heb je toch ook 2 mensen. Ja, ik weet niet. Dat heb ik heel erg. Heb je 2 mensen nodig? Misschien is het heel irritant dat ik ondertussen mijn haar aan het doen ben. Maar ik moet zo weg. Dus dan weten jullie dat. En ja, ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg mooi met, als ik 2 hartjes zie, dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn ouders. Maar dan denk ik ook aan vriendschap of aan mijn broertje en mij. En Eve gaat natuurlijk ook die tatoeage zetten. En Eve is natuurlijk mijn beste vriendinnetje. Dus dan vind ik dat nog leuker. Dan heeft het nog meer extra waarde. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik er een beetje over wil vertellen. En misschien vinden sommige mensen dat heel gek. En andere mensen vinden dat weer gek. Want ja, met een tatoeage is dat natuurlijk heel erg persoonlijk. Wat je mooi vindt en wat je niet mooi vindt. Dus dat eigenlijk. In ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop niet dat ik er verslaafd aan raak. Dat had ik eerst ook echt met gaatjes in mijn oren en piercings en allemaal dat soort dingen. Dus ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Ja. Dus ik ga nu nog heel even. Nou, mijn haar kan eigenlijk al zo. Het ook niet te erg stijlen. Ik ga namelijk een clipje in doen, dus dat maakt het niet heel veel uit. Zo. En ik ga er ook nog even een TikTok van maken. Dat vind ik ook leuk.
Als je me nog niet volgt op TikTok, het is x-Janet. En dan ga ik naar Eve toe en dan ga ik misschien daar filmen. Dat weet ik nog niet. Oké, ik ben bij Eve. Oh, ik word nu toch wel echt een beetje zenuwachtig. Ik had ook nog extra eten meegenomen, maar ik weet niet of ik dat nu nog ga eten. Dit is van TomTom daarin te zetten. Maar ze komt er zo aan. En dan gaan we rijden. En het is voor ons allebei eerste tatoeage. Dus ja, heel veel zin in, maar echt heel eng. Vriendin, hi. Gelijk in de vlog. Ben je zenuwachtig? Nee, ik ben niet zo zenuwachtig. Ja, omdat je het niet echt beseft. Nee, ik was wel vannacht wel een beetje zenuwachtig. Je schoenen zijn echt heel leuk. Thanks. Echt heel lief. Ja, echt, ja, maar deze zijn ook heel leuk omdat niemand die heeft. Nee, klopt. Natuurlijk die ander wel, maar... Ja, die ene die heeft iedereen. Ja. Maar die zijn ook op zich wel leuk hoor. Ja, maar deze zijn echt heel leuk. En deze zijn net iets anders. Nou, mijn... Lerares van school? Oh, wacht, zeg eerst even het adres. Kijk, zie je vlog. Tuurlijk niet. Oké, zeg even het adres. Stuk. Heb je stress? Hoe kan jij niet zenuwachtig zijn? Nee, was zag mijn haar heel lelijk. Mijn haar zat al lelijk. Gefilmd op mijn camera? Niet extreem veel, maar wel wat. Ja, ik heb bij jou ook gefilmd, dus dat is wel prima. Oké, nou, mensen. Mensen, dat zeg ik echt nog niet. Ik heb echt ook een beetje jouw kont gezet. Het zag er wel gewoon goed uit, maar ik denk... Oké, nou, Eve en ik hebben een tatoeage. Is zo gek. Maar we zijn er echt, echt heel erg blij mee. We hebben net ook even zalfie gehaald. En zo ziet het eruit. Er zit nu natuurlijk plastic overheen. Echt zo'n Pinterest friendship goals foto. Echt hè? En nee, mijn arm is echt kapot rood. Nee. Het lijkt ook of die van mij kleiner is. Mooi, ja, klopt. Kom. En toevallig dacht, nou, we hadden een beetje trek en wilden eerst gaan lunchen, maar het was best wel. Het duurde best wel lang. Ik heb ook wel een kleinere. Nee, ze heeft het dezelfde gedaan. Dus ja. We hebben Mackie gehaald. Voor de verandering hadden we natuurlijk nog niet genoeg gegeten. Zo. Even ja. Wat zeg je, meid? Kijk uit, hè? Ze hebben het lekker vol gedaan, gelukkig. Lekker met kroketje erbij. Dit is nou het leven. De mail. Geef mij niks anders dan dit en ik ben blij. Dank ook altijd als ze zo'n vraag stellen. Zou je elke dag sla willen eten of elke dag Mac? En dan denk ik, waarom zeggen mensen sla? Ja, echt. Zelfs ja, want anders wordt heel dik. En dan denk ik. Hoe wil je het even in die dingen plakken? Joh, hij is wel een beetje nattig. Wat is nattig? Door de patatjes denk ik wel eens van. Oké, nou, we gaan even lekker eten. We hebben er dus nu zo'n een pleister. Oh, dit is zo lekker. Een pleister op zitten. En die mag er vrijdag over, die mag er vrijdag af. En dan gaan we het beter laten zien. Nou, ze doet daar niet met folie, maar met een soort van second skin. Second skin. Dus dat. Het is alweer een paar uurtjes later. Eve is alweer thuis. We gingen bij mij thuis even die documentaire kijken van Summer. Van dat supermodel. En ik had nog zelf gekocht voor over mijn tatoeage heen. Maar er zit nu plastic op. En dat mag pas vrijdag eraf. Dus ik moet nog eventjes wachten. En dan kan ik het ook wel beter aan jullie laten zien. Want nu ziet het er nog niet helemaal uit zoals het hoort. Dus dan... kan ik het beter dan laten zien. Ik ga zo meteen even een bestelling plaatsen op Shein. Want ik zag wat leuke dingetjes. Dus ik dacht, dat wil ik wel hebben. Voor de rest, ik heb morgen school. En ik moet een klassenfoto meenemen. Dus die heb ik net uitgezocht. Ik was echt mega schattig. Ik kan niet de hele klasfoto natuurlijk laten zien. In verband met privacy. Maar ik zit een beetje op de hoek. Laten zien.
Nou, ik zit dus daar. Voor de rest kan ik niet zo goed laten zien. En ik ga nu even kijken op Shein. En dan morgen om 8:30 heb ik school. Dat is de enige les. Ik was gisteren en vandaag vrij. En hele leuke reacties op mijn vorige vlog. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En dan... dit was in 2007. Wat wilde ik nog meer zeggen? Dus ik heb morgen mijn uurtje school. En dan ga ik even Vos ophalen. En dan weet ik nog niet wat ik morgen ga doen. Dus ik ben benieuwd. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is echt nog best wel vroeg. Het is namelijk nog voor 8:00. Ik ga namelijk nu richting Voske en dan ga ik haar ophalen. En dan gaan we naar school. Ik moet even een bocht maken. Ga ik dit volhouden? Ja. En ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik gisteravond heb gefilmd. Maar ik heb gewoon Love Island gekeken. Een beetje standaard dingen. Ik vind het seizoen wel ietsje minder. Maar misschien moet ik er gewoon nog in komen. Ik heb wel alle afleveringen bekeken. Dus misschien is het leuk als jullie laten weten wat jullie ervan vinden. En ja, ik ga dus nu Voske ophalen en dan gaan we naar die basisschool toe. En dan hebben we les. Wat ik aan heb is dit topje en gewoon een spijker, een donkere broek. En dat eigenlijk. Voor de rest niet heel veel bijzonder. Ik had vanochtend weer heel erg haast. Want ik ben dan 2 dagen vrij. En ik heb ook heel weinig les, want dit is de enige les die ik vandaag heb. En dan moet ik dus heel vroeg op. Voor een uurtje eigenlijk. Dus ik heb ook geen idee wat ik de rest van de dag ga doen. Dus ik moet even kijken. Misschien willen Voske en Floor samen iets doen. Dan moet ik ook even kijken. In ieder geval. Ik ga nu richting school. En dan zal ik zo meteen wel eventjes filmen. Heeft ze haar blazer aan hoor? Natuurlijk, meid. Netjes. Jij niet. Jammer dat we dat weer. Nou, maar ik had hem vorige week al aan. Dat is raar. Als ik twee keer dezelfde aan heb. Ja, dat is toch raar? Ja. Nee, dat is helemaal niet raar. Hoezo? Oké, nu ga je helemaal anders gedragen in mijn vlog. Doe ik dat? Nee, maar omdat je dat tegen mij zei gisteravond. Ja, nu ga ik helemaal... Nee. Iemand reageerde, wat is Voske lief? Echt? Ik zweer het. Ga maar kijken. Je gelooft dat dan niet? Is je kind. Je moeder. Ja, mijn moeder. Nou, turn up die muziek. Hey, heb je de klasfoto mee? Tuurlijk. Oké, boy. Nou. Daar had je wel even op kunnen reageren hoor, op mijn appje. Oh, sorry. Ik heb echt op niemand gegeven. Had ik na de les nog iets gefilmd? Nee, hè? Helemaal niks. Oké, nou, Vos en ik hebben les gehad. Was zeer interessant. We zijn nu bij mij thuis. We hebben net even Videoland gekeken. En Vos vindt het heel erg leuk om mij te helpen met mijn United Wardrobe kleding. Dus ik ga nu eindelijk een deel erop zetten. Dus als je het wil kopen, kijk even in de beschrijving. Nee, grapje. Maar ik moet echt gaan uitruimen. Het is echt bizar. Ja, hij staat hier nu op. Staat hij nu op? Ja. Oké. En de andere dingen staan er nog niet op. Zeg maar, dat oude staat er niet op. Oké, top. Want dat is verlopen. Zeg maar. En ik heb een nieuw pakketje binnen. Oh, die zou ik wel even gelijk laten zien. Ja. Ik had namelijk bij Tess V. Perfect. Nou, hier heb ik dus besteld. Bij Tess V Fashion. Nog nooit wat besteld. Wel een leuke zak. Toch? Mm-hmm. Oh, deze zak kan ik bewaren. Dan kan ik hier een United Wardrobe pakket doen. Ja. Toch of niet? Ja. Als ik het vest leuk vind. Nou, een origineel vest die nog niemand heeft. Maar ik dacht dat het echt heel leuk als ik die nieuwe dingen heb. Kijk, zo'n wrap vest. Zo heet dat toch? Ja. Hoe heet dat? Oh, je hebt een zwarte. Ja. Ik heb altijd zwart. Mm. Hij is wel heel... Oh nee. Laat maar. Dat hij heel kort was. Maar dat kwam omdat hij zo in de knoop zat. Nou, lekker vessie. Dus wij gaan nu weer verder met spullen. Sta ik ook lekker in mijn bralet. Oké, nou, Vos en ik hebben mijn kleding uitgezocht. Er staan heel veel nieuwe items op United. Dit ga ik weggooien. En ja, er moet eigenlijk nog veel meer. Maar ik moet echt nog even... Ik kan dat niet zo makkelijk, kleding weggooien. Misschien, ik ben waarschijnlijk niet de enige hoor, die dat niet... Nee. Gewoon een drama is het met mij. Oké, maar ik ga even Vos brengen en dan weet ik niet wat ik ga doen. Wat ben ik toch goed bezig? Nou, vandaag mijn spullen, mijn kleding gedaan. Ik heb nu maar ook gelijk mijn hele kamer opgeruimd. Ik heb het even gezellig gemaakt, want even komt ze even Love Island kijken. Want ze was haar sleutels vergeten bij mij. Toen dachten we, nou, dan gaan we samen gelijk even Love Island kijken. Vanavond is het dus of
Raffaella of Fabienne eruit gaat. Dus ik ben heel benieuwd. En ik heb ook nog even een pakketje voor Vos gemaakt in deze envelop. Want er waren oorbelletjes die zij wilde hebben. En ze heeft nu net een nieuwe kamer. Dus ik dacht, het is eigenlijk best wel leuk als ik dit naar haar kamer opstuur. Als dat goed gaat tenminste, hoop ik. Dus ik heb even alles opgeruimd. Ik heb ook mijn sieraden even allemaal netjes geordend. Helemaal tevreden. Mijn bureau moet wel nog een beetje. Beetje heel erg. Maar ik wacht even op Eve en dan... Ja, en ik heb net mijn TikTok online gezet over mijn tatoeage. En het gaat goed. Hij is nu... Dit mag er vrijdag af en hij lekt dan nu een beetje. Of ik weet niet hoe die inkt verplaatst een beetje. Oh, Eva is er nu. Het is vandaag donderdag. Is het vandaag donderdag? Oh ja, volgens mij wel. Ja, en het is al wat later. Het is nu 11 uur. Ik heb me net helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn nieuwe vest aan. Ik heb hem nu even een beetje over mijn schouder heen hangen. En daaronder dan een topje. Dit vest is dus van Tess V. Of als ik het goed uitspreek. En ik vind het echt heel erg leuk. En deze was ook veel goedkoper dan met andere webshops en zo. Niet gesponsord. Ik heb hem zelf gekocht. In ieder geval, ik ga zo even naar de Action. Want ik heb al wat dingen verkocht via United Wardrobe. Dus ik moet even verzendzakken halen. Want ik dacht dat ik ze nog had. En waarschijnlijk ga ik ze ook ergens deze dagen weer vinden. Alleen, nu kan ik ze niet vinden. Dat soort dingen heb ik altijd. In ieder geval, ik ga daarna misschien ook nog even in het dorp lopen of zo. Ik moet even kijken. Ik heb vandaag namelijk niks qua school. Al eigenlijk bijna de hele week niet. Ik ga een pakketje op de post doen voor Vos. Omdat ze me had geholpen natuurlijk. En ja, voor de rest. Oh ja, vanavond moet ik oppassen. Dus dat moet ik wel doen. En ik ga nog mijn haar even doen. Want dat ziet er een beetje gek uit. Omdat het een beetje vet is. Alleen. Morgen mag natuurlijk die plakken eraf van mijn tatoeage. Dus ik dacht. Als ik dan morgenochtend gewoon gelijk ook mijn haren en zo ga wassen. Dan stel ik het nu nog één dag uit. Wel haat ik dat echt. Maar dan doe ik dat maar even. En dan doe ik het dus morgen. Dan gaat die morgen eindelijk eraf. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er echt 0,0 last van. Dus dat is in ieder geval goed. Ik ga nu naar de Action toe. Oké, ik ben naar de Action geweest en naar de Hema. Ik zal even snel laten zien wat ik heb gekocht. Bij de Action heb ik deze gekocht. Dit is heel chill als het heel lekker weer is. Dus eigenlijk nu niet nodig. Maar ja, vooral deze op het strand. Toen wilde ik hem ook hebben en ik zag hem nu. Dus ik dacht, ik koop hem. Ik kan er zo water in doen, kan je dit zo sprayen. En hij kan dus ook zo blazen. Volgende week wordt wel weer lekker weer. Dus dan zou het kunnen. Deze heb ik voor mijn broertje gekocht. Dan heb ik verzendzakken gekocht. Voor mijn United Wardrobe pakketjes die ik zo meteen gelijk ga doen. Maar de rest kan ik natuurlijk niet laten zien. Want ik weet niet of ik het voor maandag ga geven. Ja, ik heb bij de Hema cadeautjes gekocht. Maar dat kan ik dus nu niet laten zien. Dat komt dan nog wel. Als ik het ga geven, dan laat ik het wel zien. Ik ga dus nu naar binnen. En ik ga zo meteen ook even lekker poffertjes halen. Want ik heb daar heel veel zin in om dat te eten. Wat ik ook nog wilde zeggen. Onder mijn laatste weekvlog had ik natuurlijk gevraagd. Welke studie jullie nu doen. En ik heb zoveel leuke reacties. En ik ben nu ook echt een beetje aan het praten. En ik vind het ook heel erg leuk als je gewoon een Insta DM stuurt. En dan vind ik het ook gewoon leuk om even een gesprekje te hebben. Dus ja. Daar ben ik echt blij mee. Dat ik gewoon even iets meer interactie heb dan de laatste tijd. Dus ja, ik vind het heel erg leuk als jullie reageren. En ik probeer ook echt op alles te reageren. Ik reageer ook bijna altijd op alles. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is 11 uur ongeveer. Ik heb net mijn haar gefeumd met een feumborstel. Dat had ik nog nooit gedaan. Er zit wel veel volume in, maar ik vind het niet mooi, denk ik. Ik moet nog even kijken. Ik heb net ook mijn make-up gedaan. En ik heb een pakketje gekregen van Chiquel. Dus die ga ik zo unboxen. Ik wilde eigenlijk vandaag ook nog een video opnemen, maar ik ga dat denk ik niet doen. Ik heb wel mijn plasticje eraf gehaald van mijn tatoeage. Dus die heb ik nu even ingesmeerd met Bepanthen. En ja, ik ben er nog steeds echt mega blij mee. Ik ben benieuwd, want volgens mij gaat het ook nog een beetje vervellen en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
Ik ga even mijn kettingjes omdoen. Of zou ik me eerst omkleden? Of zou ik gewoon een pakketje omboeken? Ik ga wel eerst even wat eten. En dan laat ik jullie zo meteen een pakketje zien van Chiquelle. Ik heb even croissantjes in de oven gedaan. Lekker gezond. Ik had dus mijn haar met deze borstel gedaan. En dan had ik het zo. En dan ging ik het zo doen. Maar ik weet het niet. Volgens mij heb ik echt te veel moeite voor gedaan. Voor hoe het normaal ook zou zitten. Ik heb mijn kampshirt nog aan van vorig jaar. Maar ik ga even mijn pakketje unboxen. Ik mag altijd iedere maand daar iets uitzoeken. En de laatste tijd heb ik echt weer hele leuke dingen. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Namelijk deze keer 20% korting. Met Janette Sept 20 voor september. Ik zal hem ook hier inzetten. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten voor jullie. Maar ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat er allemaal in zit deze keer. En ik had ook al wat dingen verkocht via United. Dus daar was ik ook heel blij mee. Die ga ik straks even inpakken. Oké, let's go. Oké, er zit iets in waar ik heel blij van word. Als het goed is, ik denk dat ik misschien deze week vlog het ook al aan heb gehad. Maar in ieder geval de vorige week vlog heb ik zo'n heel leuk lila pak van Chiquelle. Een jongensbroek met een trui. En ik heb hem dus nu hetzelfde, maar dan in het lichtblauw. En ik leef echt in dit pak. Oké, ik heb de broek in een maat S. Dat had ik vorige keer ook. Deze. Heel erg mooi. Hele leuke kleur ook. Ze hebben dus ook nog in andere kleuren. Maar ik vind lila en blauw vind ik het leukst. Dus ik ben blij. Hier heb ik het lila pak. Wat ik super vaak heb aangehad al. Hij komt net uit de was. En nu heb ik dus deze broek. En de trui. En die trui is dus een beetje cropped. En je kan hem zo met van die touwtjes wat strakker trekken. Dus dat ziet er heel leuk uit. En deze is ook in een S. Oké, dit is het blauwe pak. Ik heb hem nu even hier vastgestrikt. Zo, die kan je er ook nog onder doen. Maar hij zit echt mega lekker. Ja, die lila vind ik ook echt perfect zitten. Die broek zit heel erg lekker. Sluit heel erg goed aan. En ja, het is gewoon een mega leuk pak. Het is echt bizar. Dan zie ik een wit item. Ik kies altijd 8 dingetjes uit en dan kiezen zij er 4 voor mij uit. Oh ja. Oké, wat het is. Oh, het kaartje valt eraf. Maar maakt niet uit. Ik ga hem sowieso houden. Het is namelijk een witte kooltrui. En dit is dus een echt, echt witte. En ik heb hier al meer kooltruitjes van. En deze schijnen dus niet door. Heel erg fijn. En hij heeft dus een beetje een ripstof. Ik ga deze niet nu passen. Want als ik dit moet ik echt aandoen voordat ik mijn make-up heb gedaan. Heel erg leuk. Ja, heel erg leuk boven een spijkerbroek. Maar ja, je kan het eigenlijk met alles combineren. Dan nog iets waar ik heel erg blij van word. Maar deze lijkt wel een beetje op die andere. Ik heb namelijk zo'n cardigan vestje. Deze. En hij is een beetje, ja, best wel licht of zacht of hoe je dat wil zeggen. Alleen ik heb nu deze. Maar ik heb vorige week ook deze gekocht. Maar ja, deze is wel iets meer beige en deze natuurlijk wel meer wit. Maar ik ben echt helemaal gek van deze vestjes. Heel erg leuk. Alleen hij is wel dus een klein beetje geel. Dus daar moet je rekening mee houden. En deze is in een one size. Oké, en dit is het witte vestje. Ik heb er nu gewoon even een witte bralet onder gedaan. Maar zoals je ziet schijnt hij een beetje door. Maar dan kan je dus een leuk hemdje eronder doen. Heel erg schattig. Heel erg leuk stofje. Veel leuker dan ik had verwacht eigenlijk. En ik hou echt van dit soort vestjes. Dus dit waren de items van Chiquelle. En je moet zeker een kijkje nemen. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Inspiratie. Ik wil ook op de vlog. Verschrikkelijk mijn haar. Zo, is het leuk. Nee, het zit echt flut. Het staat ook op de vlog. Hallo. Oh nee, ga weg. Dat we daar niet meer heen willen. Dat nemen we mee. Hij telt niet scherp. Je moet even zo je hand erbij. Oh ja, wacht. Ga je dat nu doen? In de klas? Nee, ik heb hem maar afgehaald. Maar we moesten even de dingen. Thema bouwen. Thema bouwen. Nee. Omgekeerd protest. Dat protest was ook heel leuk. Waar was het jaar uitgekomen? Weet niet. Was
Ik heb vandaag voor het eerst mijn haar met de föhnborstel gedaan. Ik vind het niet leuk. Nee, het kost heel veel tijd. Ja, dat wel, maar het staat wel mooi. Ik zie geen verschil als ik het normaal vind. Jawel, het is iets meer volume. Dat deed je ook in de bol. Het is inmiddels vrijdagavond. Ik ging na school. We hadden dus een soort van studie. Wat was het eigenlijk voor les? Oh ja, over mijn kunsttraject. Dus dat ging even bespreken. Was wel interessant. Ik heb nu lekker een traan. Ik ben lekker bij mijn moeder thuis. Bij mijn mooie muur. En wat ga ik nu doen? Ik ga zo meteen eten. YouTube kijken. Ik moet morgenochtend heel vroeg werken. Dus ik ga vanavond niks doen. En na school was ik dus nog even met Flor en Vos. We hebben niet echt heel veel gedaan. Gewoon even chillen. En morgen moet ik werken en oppassen. Dus wel een drukke dag. Volgende week wordt het weer lekker weer. Alleen ik kan dus niet in de zon. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Vlog nog bewerken. Want dat ga ik denk ik morgenavond doen. Deze vlog. Dan kan ik ook de beelden zien van mijn tatoeage. Dus daar heb ik heel veel zin in. Die heb ik namelijk nog niet gekeken. Maar ik ga nu in ieder geval even lekker avondeten. En even vlogjes kijken. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Gisteren heb ik helemaal niks gefilmd. Ik heb altijd één keer in de twee weken op zaterdag een werkdagje. En ik moest deze keer ook nog eens in de avond oppassen. Dus ik had echt helemaal geen tijd om te filmen. En ik was echt mega moe. Kun je misschien ook wel aan me zien. Ik heb helemaal rode ogen. Maar maakt niet uit. Ik heb net gedoucht. Ik heb me klaargemaakt. Ik ga zo meteen nog even in de spiegel die items laten zien van Chiquel. Maar die hebben jullie dan al gezien. En dan, ik heb nog iets verkocht via United Wardrobe. Dus dat wordt vanavond opgehaald. Dus ook handig. In ieder geval, wacht even. Voor de rest, ja, ik moet vanavond ook weer werken. En morgen heb ik dus een toets. Dus ik ga zo meteen ook even die samenvatting printen. Het is wel een open boektoets. Maar ik heb dus één boek niet. Dus dat is niet heel handig. Maar om het nu nog te kopen heeft geen zin. Want ik heb het maandag. Ja, ik heb alleen niet echt een duidelijke spiegel om te laten zien. Nou, ik ga het wel gewoon hier zien. Dus ik ga me even omkleden voor die items. Dan ga ik even naar mijn vader. Ga ik even het item ophalen wat ik wil verkopen. En misschien even mijn kamer een beetje opruimen. Mijn ogen zijn echt mega rood. Het is echt bizar. En wat moest ik nog meer doen? Nee, dat was het wel. Ja, mijn haar moet ik doen. Want dit is echt vreselijk. Ik ga eerst even die items aan doen. Even dat blauwe pak ook laten zien. Oké, ik heb die beelden gemaakt. Ik heb het pak aan. Het zit zo mega lekker. Ik wil deze nog meer kleuren. Maar deze twee kleuren vind ik het leukst. Lila en lichtblauw. Ze hadden ook een witte. Hebben ze ook nog andere kleuren? Geen idee, maar deze vind ik gewoon sowieso het leukst. Oh, wat mooi bij deze muur. Ik ga nu echt even wat voor school doen, want de laatste tijd ben ik er zo slecht mee bezig. Ik moet ook echt mijn kamer opruimen, want anders dan heb ik gewoon geen orde. En morgen die toets maken. En ik weet letterlijk nog niks. Ik ga bij mijn vader die ketting ophalen. En nog wat voor zetzakken. Ik heb wel zo'n zakje van Joy. Zodat je die er gewoon bij krijgt. En dan ga ik misschien ook even op internet kijken voor kamers of huisjes in Leiden. Maar dat is heel lastig om nu te vinden. En ik ga even muziek opzetten. Ik heb tegenwoordig niet meer echt op met die muziekjes en liedjes gedaan. Dit zou wel spannend. Omdat ik dus heel veel podcasts luister. Is er een leuk nieuw liedje die ik jullie wil laten horen? Als ik je niet zie, vind ik nu wel leuk om te luisteren. Die gaan we maar even aandoen. Zo. Het staat echt niet stabiel. Maar ik ga in ieder geval nu even door. Het is inmiddels avond. Ik heb gewerkt. Mijn ketting is verkocht. Mijn ogen zijn erger geworden. Veel erger, maar maakt niet uit. In ieder geval, ik ga nu de vlog bewerken. Want die moet morgen online. Oh nee, dinsdag pas online, maar ik ga hem nu wel bewerken. Morgen wordt namelijk heel lekker weer. Dus dan wil ik morgen in de zon liggen. En ik heb morgen ook een toets. Alleen dit is natuurlijk de laatste dag van de vlog. Ik denk dat die wel minder lang is dan de vorige keer. Maar ik heb natuurlijk wel deze week gewoon mijn tatoeage en zo laten zetten. Dus ik heb wel leuke dingen gedaan. Ja. In ieder geval, ik ga nu de vlog bewerken. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe weekvlog.
Doei doei!